Oh my god, juist. Wat doet die gast, jongen? Toch zo'n anker, alsjeblieft. Ik zei het je, op zijn smoel, hè. Zo mensen, voordat de video echt begint, wil ik heel even de video onderbreken met dit stukje. Want ik heb natuurlijk een sponsor voor deze video. En de sponsor van deze video is Boti. En je ziet het hier al staan. Ik heb al eerder een samenwerking mee gedaan met Boti. En ik vind het super geweldig. Hun maken gewoon Fortnite dingen in real life. Van speelgoed natuurlijk. En ja, je ziet het alweer voor je. Het is echt weer goud. Het is super. Ik ben echt tevreden met de samenwerking. Ik vind het gewoon geweldig. Echt serieus. Ze zijn dus nu met iets nieuws aangekomen. En ik vind het geweldig. Natuurlijk heb je gewoon de Fortnite skins natuurlijk hier allemaal in verpakt zitten. Die gaan we straks gebruiken. Dus daar komen we straks op terug. Maar het leukste van wat ze mij hebben gegeven om te laten zien is ook echt de Battle Bus, jongens. Ik vind dit ding echt geweldig. Ik zal hem er even bij pakken. Ik heb trouwens mooi even de disco skin eraan geplakt. Maar deze bus kan ook echt daadwerkelijk rijden. Ik zal het wel even demonstreren. Kijk, er zitten dus ook echt wieltjes onder en je ziet ze ook echt rijden. Dus je kan er ook echt gewoon mee rijden, wat fucking geweldig is natuurlijk. Eigenlijk, de bus vliegt natuurlijk in de game. Maar ja, om dat ding echt te laten vliegen, dat zou echt geweldig zijn. Maar holy shit, ik vind hem ook gewoon geweldig. Het is gewoon echt een Battle Bus. Ik vind dit item echt super vet om eventueel gewoon hier in de streams op de background te hebben staan. Want hij is echt geweldig. Hij is ook best wel een grote bus, dus ik vind hem echt super geweldig. Dit ding, ik vond het echt geweldig toen ik hem uitpakte natuurlijk. En hij is echt, ik vind hem ook echt gewoon mooi gelukt gewoon. Die ballon, alles ziet er gewoon vet clean uit. Hey, leuk aan de bus is, je kan hem ook nog eens open doen. Wat natuurlijk super vet is. Dus je kan eventueel al je skins er gewoon in kwijt natuurlijk. En volgens mij kan je ook de hele achterkant open doen als het goed is. Ja, je kan ook zelfs heel makkelijk de hele achterkant open doen. Zodat je natuurlijk heel veel ruimte hebt. Eigenlijk is het een soort van echte battle bus waar je al je skins in kan verstoppen of kwijt kan. Zoals je natuurlijk niet allemaal los hebt liggen in je kamer of zo. Dus deze bus is ook nog gewoon eens handig voor om je skins in te bewaren. Maar ik vind deze echt geweldig. En nou, ik vind hem echt gewoon, hij staat ook gewoon mooi. Dit is fucking clean. Ik vind het echt super vet deze bus. Dus daar ben ik zeker tevreden over. Naast de bus hebben we natuurlijk ook nog een hele mooie golfcar. Helaas is die in-game er wel uit. Maar ik vind deze ook weer echt super vet gelukt natuurlijk. Kan je gewoon die poppetjes in kwijt. Hier ook achterin. En deze rijdt ook echt. Ik zal wel even laten zien. Kijk, je ziet ook gewoon echt dat hij ook echt kan rijden natuurlijk. En dat is echt geweldig. Ik vind dit ook weer echt super mooi gemaakt deze. Dus we zetten de mooie golfcar gewoon lekker natuurlijk naast de bus op mijn bedje. Want ik vind het echt een vette plek trouwens voor die. Ik ga nog wel even kijken hoe ik hem bijvoorbeeld hier kan neerzetten voor in de background natuurlijk. Maar tot nu toe blijft hij heel even daar staan, want het is ook een super leuke plek. En als laatste hebben we natuurlijk een soort structure natuurlijk. Een bouwfight. Je kan natuurlijk ook de poort ervoor. Die heb ik daar staan op mijn kast. Hierboven. Kan je natuurlijk ook tegenover zetten, zodat je echt een fight na kan spelen. Best wel geweldig natuurlijk. En je hebt ze ook hier, bijvoorbeeld hier zie je natuurlijk de dinosaurus skin. Een muur bouwen en dan zie je hier weer zo'n jetpack guy. Ik heb die dan even hier tussen gezet. Eigenlijk hoort die ook op zo'n stand. Ik vond het wel grappig dat het leek alsof die gewoon over dat muurtje vloog. En dan hun twee dan weer zou fighten. Dus dat is wel grappig. Dus je kan hier lekker gewoon een hele build fight mee maken. Je kan natuurlijk ook poppetjes aan de ballon maken. Of op de bus hier zo. Je ziet allemaal van die mooie stippies natuurlijk. Dus je kan echt gewoon geweldig daarmee spelen. Ik vind de kwaliteit wat Boti levert ook wel echt mooi goed. Het is niet omdat ik het moet zeggen van hun, totaal niet. Dat hebben ze hem ook echt niet opgedragen. Maar ik vind het gewoon serieus echt, kijk, het is gewoon echt gewoon goede kwaliteit. Ik vind de bus ook, alles, al die structures en die poppetjes natuurlijk, gewoon goed eruit zien, goed gedetailleerd. En natuurlijk, het gaat niet 1, 2, 3 kapot. Dus de kwaliteit van Boti is echt wel goed. Ze hebben echt mooi die poppetjes en de glider is ook echt vet nagemaakt trouwens. Dus ik vind het echt super vet natuurlijk. We gaan natuurlijk hetzelfde doen als wat ik in de vorige video van Boti heb gedaan. En we gaan natuurlijk een skin combo uit de poppetjes gaan we kiezen om in-game mee te spelen. En dan proberen een potje daarmee te winnen. Dus we gaan even duiken naar de poppetjes. Ik zat even te denken, ik heb ze natuurlijk al even gezien. En ik heb heel veel van deze skins niet in-game. Dus dat is wel jammer. Dus ik kan niet, bijvoorbeeld deze allebei heb ik gewoon niet. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Ik kan dus maar uit een paar kiezen. Maar dat geeft natuurlijk niet. Ik zat persoonlijk te denken aan deze. Ik dacht, dat beertje vind ik super vet. Die heb ik namelijk ook in game. En de default pickaxe zat hierin. En ik dacht echt van, oh my god. Dus we gaan met dat beertje spelen. Met de default pickaxe. En ik dacht van, ja, dit wordt hem. Want default pickaxe is wel een van mijn lievelingspickaxes. Dus die hebben we hier staan. We gaan hem uitpakken en een poppetje maken. En dan gaan we in game duiken. Dus ik zeg, let's get it. Oké, dames en heren, ik heb natuurlijk de skin hier voor me en ik ga hem gewoon uitpakken en we gaan gewoon zien hoe de skin natuurlijk hier in dit mooie... ik heb een schaar nodig! Ik heb een schaar nodig! Nou, we hebben een mooie schaar. Dan kunnen we mooi even de dingen even openmaken, want anders is het een beetje onhandig natuurlijk dat we er niet eens bij kunnen. Even zien. Er zit natuurlijk een mooi plakbandje op. Zo, die is doorheen.
En dan deze ook nog even. Hoppakee. Als het goed is kan die nu open. I guess. Yes, kijk. Zo doen we dat natuurlijk weer. Je echt pakketjes zonder schaar of mes, wat dan ook, is gewoon echt niet te doen. Right, oké, we hebben hier dus het beertje zitten. Die andere Amerikaanse skin, dit is natuurlijk van de Amerikaanse skin pack, heb ik helaas niet. Maar het beertje en zeker de Devil Pickaxe, die heeft iedereen, heb ik dus wel. Dus die gaan we gebruiken in-game. Dus ik ga even kijken of we die mooi goed los kunnen maken. Want hij zit wel vast. Kijk eens aan, hè. Oké, hij is los. Even zien, hoe ga ik die eruit halen? Oké, ja, oh, dat gaat best goed. Alright, we hebben het beertje. Dus ik ga nu ook even de backpack losmaken. Zit die vast? Nee, oké, nice. Die kan ik er in één keer uithalen. Kijk eens aan. Mooi, dit mooie beertje natuurlijk heeft ook een mooie backpack. Dus die kunnen we er gewoon op drukken. Kijk, dat is super vet. Je kan dus alle backblings kan je gewoon op alle skins doen. Dus die kan ook een hele andere skin komen natuurlijk maken. Nu gaan we even de default pickaxe eruit halen. Want dat is ook echt een leuke pickaxe. Ik vind die echt goud. Want ik gebruik hem heel vaak, de default pickaxe. Dus ik ben super blij dat die eigenlijk... Ik had hem nog nooit... Dit is de eerste keer dat ik hem ook zie dat ze hem hebben gemaakt. Oh, deze is fucking goud, jongen. Hij is niet goud, maar je snapt het wel. Even zien, de default pickaxe. Hoe gaan we die in het handje doen? Alright, we hebben natuurlijk het poppetje klaargemaakt. Je ziet hem nu ook met de default pickaxe. En mooi natuurlijk de backbling. Dus we gaan met dit poppetje spelen in-game. Ik ga hem aanzetten en dan gaan we in de game duiken. Let's get it. Zo mensen, zitten natuurlijk in de mooie... Battlebus natuurlijk, maar alleen in-game natuurlijk. En we gaan lekker naar Dusty WC-pot natuurlijk. Dus we gaan even checken of we hier een lekker potje kunnen gaan beginnen, jongens. En ik heb er zin in, fuck it. Dusty WC-pot is natuurlijk altijd gewoon best wel een drukke plek op zich. Sowieso de area eromheen met Salty erbij en natuurlijk de mooie fabriekjes. Is het denk ik best wel een plek waar echt veel mensen naartoe gaan. Maar aan de ene kant natuurlijk is dat juist leuk. Zodat we natuurlijk even wat killers kunnen gaan oppakken, ja. Oké, ik zie dat er... Ja, dit bedoel ik. Oké, sowieso deze area is echt vet druk. Oké, ik zie hier een nice... Oh, grijze tech. Grijze tech en een mooie gouden kist, man. Dit is perfect. Hoppakee, nemen we allemaal mee. Okay, waar gaan mensen landen? Hier bij mij of niet? Okay, volgens mij is er niet echt iemand bij me geland. Dat is misschien... Oké, ik hoor wel iemand. Oké, nice. Dat wou ik wel even weten, man. Oké, ik heb shields. Dat is super relaxed. Waar is die gast? Hallo? Vriend, komt u maar. Komt u maar. Waar zit hij? Kan ik hier doorheen? Nee, shit. Hij is helemaal naar beneden. Waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit hij? Oh my god, hij loopt weg. Vriend, kom terug. Waar loopt deze gast? Oh, daar. Oh my god, deze guy. Deze fucking guy. Ik kan hem gewoon niet raken. Bro, kom hier. Oké, wacht. Wat heeft hij? Nice, dat is één. Gelijk even mini innemen. Oh, er zit nog een guy hier, man. Waar zat die gast? Ik heb geen mes, man. Oké, dit is kut. Even zien, waar zit die gast? Ik denk dat hij op het dak zit of zo. Yep. Ik heb geen match, jongens. Oké, nice. Deze guy is echt fucking kut nu. Ik weet ook niet wat voor shotgun hij heeft. Of wat voor wapens bedoel ik in het algemeen. Even zien, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? I need some wood. Dus we gaan deze even hakken. Let's go. Oké, ik denk dat ik hem gewoon moet gaan pushen. Scheid. Deze guy kan toch sowieso nooit zoveel hebben. Dat kan gewoon niet. Okay, let's go. Waar zit die gast? Bro, wat is deze guy aan het doen? Ik word echt lijf van deze man. Huppakee, weg met jou vriend. Zo doen we dat. Hoppakee, nice. Holy shit, die impulsnades. Ik moest even goed kijken waar die kerel eruit kwam. Maar ei, we hebben hem jongens. Ei, ei, easy going. Oh, die grijze tech is zo kut hè. Maar we hebben hem in ieder geval wel. Even zien, wat had hij? Oeh, een blauwe SMG. Die is wel leuk. Oké jongens, let's get it man. 2 kills hier gemaakt op Dusty. Gaat goed, chill. Nog 60 man over. Holy shit, dat is echt veel. Oké, dat is juist leuk, jongens. Ik denk dat we nu een beetje naar die fabriekjes moeten gaan. Want daar denk ik dat er nog wel wat meer gespuis rondloopt. En natuurlijk, we moeten gewoon even mensen killen voor natuurlijk loot. Dus ik denk dat we gewoon vol daar naartoe moeten gaan boeken. Let's get it, man. Ai, ja, sowieso bij de fabriekjes. Daar moet er altijd nog wel iemand rondlopen. We kunnen, ik zit te twijfelen om daarna naar Salty door te gaan lopen. Kijk, Salty is altijd gewoon... Best wel een chaotische, drukke plek. Vooral met die kelderhuisjes is het gewoon echt irritant gewoon om daar rond te lopen. Vind ik persoonlijk altijd. Dus ik ga sowieso eerst even kijken bij de fabriekjes hier. Kijken of we daar iemand kunnen spotten. En misschien kunnen we wel doorgaan naar Retail of zo. Misschien zit daar nog wel iemand. Even zien, sowieso dat hier iemand... Ja, er is sowieso iemand geweest, oké. Okay. Maar de kant... Juist. Blijf stilstaan, alsjeblieft. Blijf stilstaan. Oh my god, what the fuck. Oké, okay, op mijn beeld... Qua mijn gedachten ging dat allemaal wel raak, maar blijkbaar ging daar niks raak. Jammer weer. Oké, ik denk dat ik er wel een beetje naartoe moet gaan pushen. Ja, dat is een fight gaan. Oké, kut. Fuck, er is wel één iemand doodgaan door een shotty. Ik weet niet of dat deze guys waren. Ik ga wel even snel kijken, jongens. Okay, ik heb een sniper. Dat is fucking relaxed. Dat ding kan zoveel damage doen.
We zijn nog steeds bezig. Oké, er is iemand geshotgunned. Oké, nu is hij dood. Oké, nu is iemand dood. Maar waar? Hij zit helemaal beneden. Oh, hij heeft een minigun. Heel veel heavy sniper reloaden. Dan kunnen we wel gaan pushen, denk ik. Oh my god. Dacht het even niet, vriend. Hij is zo weak. Let's go. Hey, let's get it. Geef me een paarse maar. Die is iets sterker dan die van mij. Oké, okay, nice. Let's get it. We hebben hem. Mijn nagel is een beetje dubbel geklapt. Dus het, elke keer als ik loop, het is fucking raar of zo. Ik neem sowieso zijn SMG mee. AR heb ik al. Hey, we gaan even kijken wie die heeft gekilled. Kijken of die nog wat loot heeft. Chill man, 3 kills. Ik zei het je. Hier loopt altijd nog iemand. En er waren gewoon nog 2. Ze waren gewoon fucking aan het fighten nog. Er ligt alleen... Oeh, nice. Wel een heavy sniper. Die heb ik al. Die kan ik wel meenemen. Nice. Fuck it. Let's get it. Heel gewoon prima loot, jongens. Let's go. Ik ga dan denk ik wel even richting Salty. Gewoon even gluren. Ik weet niet of ik Salty in moet gaan of dat een heel slim idee is. Want ik heb niet mega veel mens. Maar ik wil toch wel even gaan gluren daar. Gewoon even kijken of ik iemand misschien kan snipen of zo, weet je wel. Gewoon even op de afstand safe spelen. Dat is denk ik wel slim, hè. Ja man, dat gaan we gewoon proberen, fuck it. Er zit even zien, de airdrop gaat wel richting Retail, dus daar gaan sowieso mensen heen. Ik weet niet man, we kunnen ook naar Retail gaan. Ik denk dat we dat beter kunnen doen. Als die airdrop daar zit, gaat sowieso daar iemand op af. Altijd een airdrop, je kan het gewoon weten dat er sowieso 1 persoon altijd op afgaat. Of je bent het zelf, of het is iemand anders. Het is altijd gewoon wel iemand die naar een airdrop gaat. Aangezien daar altijd gewoon leuke shit in zit. Dus ik denk dat we gewoon even deze boompjes mee moeten gaan nemen. En dan even bij die airdrop moeten gaan gluren. Even zien. Hoppakee, nice. Waar is dat ding überhaupt? Is die al... Wacht, waar... Fuck, ouwe. Hij is volgens mij al weg, joh. What the heck? Huh? Oh, lol. Ik moet echt beter opletten, man. What the fuck, ouwe? Ik zit helemaal over een airdrop te lullen. Is hij gewoon al fucking gepakt, ouwe? Ja, dat is niet de bedoeling. Maar dat betekent wel dat er iemand hier zit. Haha. Kijk, zo kan je ook weer denken. In Retail. Kijk, ik weet niet of het verstandig is om naar Retail toe te gaan. Aangezien die zombies altijd best wel irritant zijn. Ik zie niet 1, 2, 3 iemand lopen, man. Fuck it, ik moet wel even iemand tegenkomen, toch? Er zijn nog 30 man over, dat is gewoon best wel veel nog. I don't know, man, what the fuck? Ik denk dat we gewoon meer naar de safe zou moeten gaan. Ik denk dat veel mensen dat aan het doen zijn nu. Want we zitten nu een beetje aan het randje bij Retail. Dus als we gewoon doorlopen, komen we vanzelf wel iemand tegen. Dus laten we dat maar toch gewoon gaan doen. Dan maar, let's get it. Ja, sowieso dat hier niemand echt meer zit. Misschien dat er 1 persoon dat zo in Retail achterblijft. Maar ja, om daar helemaal voor te gaan wachten. Ja, dat is een beetje... Dat gaan we niet doen. Ik denk dat ik gewoon een hoverboard ga pakken, man. Lekker snel boeken. Kijken of we iemand kunnen spotten. Dat is altijd gewoon wel chill. Ik zie daar een blauwe pump. Kijk, dat is wat we willen hebben. Dat is echt super chill. Oeh, nice. Iemand bouwt daar. Ah, ja, oké, okay, er zit sowieso daar iemand. Ik ga hem pushen. Eerst even die blauwe pump meenemen. Dank u wel. Die mooie ijzer. Dank u, Sean. Okay, er zit sowieso een guy daar ingeboxd. Ik heb van die dingen, hè. Oh, dit wordt leuk. Dit wordt leuk. Ik ga gewoon een anker op zijn smoel gooien daar. En dan is hij gewoon de lul. Hij is ook aan het healen. Okay, snel gooien. Gaat hij raak? Denk het net niet, of wel? Oh my god, juist. Wat doet die gast, jongen? Toch zo'n anker, alsjeblieft. Ik zei het je, op zijn smoel, hè. Het was, oh nee, dat is een politieauto. Oké, okay, dit was wel een anker, maar ei. Let's go, man. Gratis kill. Oh my god. Waarom had hij die... Ja, oké. Okay, ik zou gelijk denken als ik zo'n geluid hoor van... Dat ik gelijk moet boeken, maar oké, okay, deze guy dacht van, ja, weet je, dat kampvuurtje zit zo lekker onder mijn kont. Dus ik denk van, laat hem maar gewoon even een uurtje langer blijven zitten, jongen. Ai, maar dat is niet goed uitgepakt voor hem, man. Wat een gozer, jongen. Holy shit. Ai, chill, let's get it, man. 4 killetjes, gaat op zich gewoon lekker. Ik wil wel even nog iets meer HP hebben, man. Dat is wel even een dingetje. Ik heb alleen een minis eentje opgepakt daar. Dat is wel jammer, maar we pakken gewoon een hoverboard. En gaan gewoon weer achter iemand aan, let's get it. Dit was gewoon chill, man. Het is gewoon een kill, weet je. Ik hoef er niks te doen. Alleen zo'n anker en een politieauto neer te gooien. En het gaat allemaal vanzelf, jongen. Zo simpel is het gewoon dan, hè. Even zien. Kijk, kunnen we... Juist. Kijk eens. Ik zie hier nog wat appeltjes. Kunnen we even die volle groene bar krijgen natuurlijk. Dat is altijd relaxed. Alright. Thank you very much. Ik weet niet echt. Ik zie... Het is een beetje rustig, weet je wel. Op zich zijn er nog wel wat mensen over. Maar het is een beetje... Een dode boel, zou ik maar zeggen. Iedereen is een beetje rustig aan het camp of zo. Of ik kom in ieder geval niemand tegen, zeg maar. En anders gooi ik een anker op iemands nek en dan kan die ook niet zoveel fighten. Misschien dat hier wel iemand loopt dan. Oh my god. Oh my god, ik schrok me dood. Gelukkig dat die max gelijk ontploffen, man. Ik ben wel echt tevreden mee dat ze dat soort van uit de game... Dus ja, eigenlijk zijn ze uit de game, zou ik maar zeggen. Ze zitten er nog wel in, maar je kan er niks mee, zeg maar. Dus daar ben ik echt blij mee. Dat was echt verschrikkelijk, die max. Gadverdamme.
Misschien heeft dat wel... Ja, ik weet niet. Ik denk dat die mensen ook wel echt dingen verneukt hebben voor Fortnite, man. Dat mensen echt dachten van, bro, wat de fuck zijn jullie aan het doen in deze game, man. Even serieus. Ik kom echt niemand tegen. Wat is dit? Jongens, echt, die enemies mogen wel even om de hoek komen, hè. Wat is dit? Even zien. Loot Lake. Er is wel veel gebouwd daar. Ze 100% dat er sowieso iemand moet zitten. Oh, mijn nagel is zo ruk, jongen. Hij is dubbel, zeg maar. Dus ik buig de hele tijd mijn nagel als ik op lopen klik. Dat is echt irritant. Ja, het is fucking raar, random en raar, maar... Zo ben ik ook gewoon. Ik ben ook random en raar. Dus hey. Maar ik ga gewoon weer deze kant op. Ik blijf gewoon lekker op moverboard rushen. Totdat ik iemand fucking tegenkom, jongen. Want dit is even... Drie keer niks, zeg maar. Oh, er is wel iemand hier geweest. Oeh, medkitje. Even zien. Ik denk dat ik ook hier niet meer echt iets kan halen, of wel? Ja, hier ben ik gespannen. Maar volgens mij zie je alles gewoon geloot. Dus ik denk niet dat het echt niet iets te vinden is. Oh, ja. Lekker. Daar kan ik niet bouwen. Altijd leuk om te weten, natuurlijk. Bro, waar de fuck zijn al die enemies heen? Is iedereen op kamp of zo? Zijn ze lekker ergens aan het uitgaan met z'n allen? What the fuck? Iedereen is gewoon lekker aan het niks of zo. Juist, juist. Nice, oké, lekker. Hé, dat was het enige wat ik nog moest hebben. Full shield. Let's fucking go. Match prima. We hebben launch pad. De wapens zijn goed. Ai, dit kan niet beter, man. Dit is echt prima. Ai, let's go. Even mijn minis terugpakken. Dank u wel. Waar? Even zien hoor. Oké, eigenlijk kan het nog wel iets beter. Een kill. Dat is wel heel leuk meegenomen. Kan ik hier... Bro, soms denk ik echt van, waarom kan je daar niet bouwen, weet je? Maar oké, het zal wel. Maar goed, maar goed. Oeh, nice. Hè? Ik zie gewoon een knaap lopen, jongen. Hé, hey, moet ik kijken dan. Die was daar ergens. Fuck, waar loopt hij nou? Oh, hij is aan het grappelen. Lekker, lekker. Holy shit. Oké, hij heeft geen shield meer. Er zit er nog één. Wow, die grapp is verschrikkelijk. Ho, oh, ik hoor sniper. Oké, nu komt iedereen fucking uit. Oké, nu komt de aap uit de mouw, jongens. Ik wil iets anders zeggen, maar oké, dit was... Kan ook. Oh, deze kan ik gaan bouwen. Niet ver... Oh, shit. Ik heb geen traps. Oh, ik had hem sowieso niet kunnen intrappen, boys. Oh my god. Heel veel mezelf inbouwen. Oh my god. Let's go. We hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Oh my god. Oké, even zien. Volgens mij zag ik ook ergens een medkit hier in de buurt. Oh my god, jongens, dit ging bijna fout. Je wordt nu ook gepusht. Ik ben fucking low. Oh my god, ik heb die medkit niet meer, man. Ik wil hier eigenlijk weggaan, maar dan word ik sowieso ge... Oh my god, deze guy is fucking irritant. Op je nek, vriend. Let's go, get owned. Er komt er nog geen aan, man. Ik wil je launchpadden, maar... Oh, ik heb geen heals... Niet mij raken, niet mij raken, niet mij raken. Kom op! Oh my god, oh my god. Tuurlijk zit hier ook iemand. Weet je wat het is, jongens? Ik weet dat daar een medkit ligt. Dat is het probleem dus, zeg maar. Ik wil die medkit hebben, maar ik kan er niet bij komen nu. Oh my god, die guy is echt geowned, vriend. Even die mooie sniper reloaden. Die valt. Ik heb zo weinig HP, boys. Hij raakt mij één keer met een wat dan ook en ik ben gewoon weg, hè. Oh, wat kut dit. Oh, wat kut dit. Fuck, ouwe. Oh, er staat een lama daar. Ik kan die grappler nooit maken. Dan gaat hij sowieso maar raken. Waar zit deze gast überhaupt? Ik hoor hem wel lopen. Oh my god, dit is echt verschrikkelijk. Kut is, er zit ook nog iemand bij Dusty daar, ho. Dus je kan echt... Nergens heen, zeg maar.
Waar zit die guy? Ergens daar. Oh, daarachter. Ik zie hem al. Nice. Toch een paar hits. Nice. Weer een hit. Ik moet heel voorzichtig hem steeds gaan raken, man. Hij is zo weak. Als hij me nog heeft, jongen. Ik word echt gek. Kom, laat alsjeblieft je kop zien. Oh, ik schrok me dood. Oh, dit. Ik wil hem pushen, man. Ik heb echt shit nodig. Let's go. Minis. Oh, fuck, ouwe. Oh, shit, man. Ja, dit was zo kut time. Hij had maar 4 kills. Wat een bot, jongen. Ai, wat een 7 kills. We zijn 60 geworden, helaas, man. Holy fuck, ouwe. Zo, dat was echt mijn potje wel, jongen. Ik zeg je eerlijk, het was best wel spannend, man. Holy fuck. Helaas dat we niet hebben gewonnen natuurlijk. Ik heb mijn best gedaan, maar het is nog best wel lastig voor. Nee, ik zeg je eerlijk. Maar jongens, we hebben natuurlijk met de mooie skin. Ik heb hem trouwens hier liggen. Wat doe ik eigenlijk? Hier de mooie skin natuurlijk gewonnen. De mooie beertje met de default pickaxe. Fucking goud, jongen. En jongens, het leuke aan deze video is, ik heb ook een giveaway staan samen met Boti natuurlijk. Het enige wat je moet doen om kans te maken op een giveaway natuurlijk van Boti is natuurlijk hun volgen op Instagram. Big on Toy Innovation. Ik zal het ook even in beeld doen. Linkje zal ook in de beschrijving staan. En je moet natuurlijk op mij geabonneerd zijn. En als je dat allemaal hebt gedaan, moet je mij een DM sturen van waarom jij kans wilt maken op iets van Boti natuurlijk. Laat het even weten in mijn DM's. En dan ga ik iemand eruit kiezen, jongens. Ik ga hier ook bij de video afsluiten. Hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet niet zeker op de blauwe duimpje te ramsen. Super doop zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later, mensen. Bye bye.